Hartelijk welkom en ook een hele goede ochtend gewenst op deze vrijdag de 13e van oktober. Hartelijk welkom bij de derde aflevering van deze waterwebinarreeks met de naam Think Big, Act Small. Mijn naam is Rudy van Beuren en ik ben jullie host in deze reeks. En opnieuw hebben we twee heel interessante sprekers gevonden die vertellen vanuit hun perspectief waar de watersector behoefte aan kan hebben. En dit keer zoomen we in op de componenten innoveren en digitaliseren. En daar gaan we jullie in meenemen in het komende uur. En een paar zaken zijn belangrijk. Dit webinar wordt opgenomen en is later ook terug te zien op YouTube. We willen zeker interactief met jullie aan de slag. Dus jullie kunnen ook vragen stellen in de chat, waar dan straks ook ruimte voor is om die te beantwoorden met de sprekers. En als het goed is, kunnen we ook een poll lanceren. En misschien komen een collega op de achtergrond die al live aanzetten, zodat we jullie kunnen bevragen waar jullie werkzaam zijn. In welke sector ongeveer? Is het bij een drinkwaterbedrijf of bij een gemeente of bij Rijkswaterstaat of iets anders? En we gaan eens kijken of dat zichtbaar is. Er komt een poll zichtbaar. Kijk, ik zie al verschillende antwoorden binnenkomen. Het is mogelijk om die te vinden in de chat als ik het goed heb. Een kwart misschien wel bij een drinkwaterbedrijf. Ook kennisinstelling, een enkeling. Bedrijfsleven zo'n 7%. Toch ook wel anders, 27%. Ik ben dan heel benieuwd wat dat is. Misschien wil je dat even kort in de chat typen. Als je niet bij een waterschap of bij Rijkswaterstaat werkt, of bij een drinkwaterbedrijf of kennisinstelling of het bedrijfsleven, waar dan wel? Misschien is het onderwijs of ben je zelfstandig? Een provincie wordt ook genoemd. Ja, die staat er nog niet tussen. Gemeente, ja, dus toch de overheid. Omgevingsdienst, hele belangrijke actoren natuurlijk. Top, dank jullie wel. Nou, nu weten we ook dat de chat werkt, dus dat is heel fijn. Geweldig dat jullie er allemaal zijn. Zoals gezegd gaan we ook in dit webinar aan de slag met twee verschillende presentaties die gegeven worden, aansluitend aan elkaar. En daarna is er een blok voor de Q&A, vragen vanuit jullie. En als het goed is, nog meer verhelderende antwoorden vanuit de sprekers. En wat de ervaring ook laat zien is dat soms jullie ook antwoorden op elkaar of linkjes delen. En dat is natuurlijk helemaal goed, want we hopen dat dit een mooi interactief uurtje wordt. Goed, dat zijn de hele praktische zaken. Nu ga ik over tot het voorstellen van de twee sprekers die er zijn. En vandaag hebben we het genoegen om Jantine van der Meij. Hallo, goedemorgen. Even kijken of je... Ja, kunnen we je ook horen? Ja, goedemorgen allemaal. Top, het werkt. En ook Joukje Keuning. Ja. Ben jij ook hoorbaar? Hallo. Ja. Nou ja, ook weer twee totaal verschillende perspectieven. Want Jantine, jij bent directeur TKI Watertechnologie. Wat omvat dat in het kort voor de mensen die daar nog nooit van hebben gehoord? De TKI Watertechnologie is een organisatie die onderzoek stimuleert tussen onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven. Om zo ervoor te zorgen dat ontdekkingen sneller naar de markt gaan. Ja. Helder. Dat is heel in het kort wat binnen TKI mijn rol is. En daarnaast ben ik directeur van Groeiplan Watertechnologie. En daar zal ik vandaag ook het een en ander over vertellen. Ja, fantastisch. En dat gaan we zo dadelijk horen. En Joukje, jij bent werkzaam bij Vitens. Ja, klopt. Als programmamanager Infra 2025. En dat is een programma waarin we juist heel druk bezig zijn met het digitaliseren van het watermerken. Dus het past helemaal mooi in het thema van vandaag. En als ik straks mijn presentatie ga geven, zal ik het wat verder toelichten. Ja, zeker. En voor mensen die het niet weten, Vitens is eigenlijk een van de grootste waterproductiebedrijven van heel Nederland, als ik het goed heb. Hè? Met meer dan 90 locaties, als ik het juist heb. Ja, klopt. Ja, ook dat staat zo meteen nog in mijn presentatie. Maar we zijn het grootste waterbedrijf van Nederland en leveren water aan 5 provincies. Dus. Ja, helder. Nou, we gaan zo dadelijk van jullie beiden een presentatie horen. Nogmaals een oproep aan iedereen om gerust al vragen in de chat te typen. Die zal ik straks modereren. Dat komt helemaal goed. En voor nu gaan we Jantine als eerste het podium geven. De eerste 15 minuten zijn voor jou. Dus ga gerust je gang met het delen van jouw slide. Ja, ik zie ze al. En the floor is all yours.
Succes. Nou, hartstikke bedankt, Rudy. En nogmaals, welkom allemaal. Leuk dat jullie hier vandaag zijn. Ik ga het vandaag hebben over het groeiplan watertechnologie. En hoe we daarmee de Nederlandse watertechnologie in willen zetten voor voldoende schoon water en een duurzame economie. Ik zoom heel even uit naar onze prachtige wereldbol. Dit is de aarde zoals jullie me vast allemaal kennen van de mooie NASA-foto's. Maar wat veel mensen zich vaak niet beseffen, is dat het er wel heel blauw eruit ziet, maar dat er eigenlijk niet zo heel veel water is op ons planeet. Want als je al het water van de hele aarde bij elkaar stopt, dan heb je de grote bal die je ziet hier bovenin. Maar daarvan is een groot deel zout en op dit moment gewoon niet goed te gebruiken. Als je al het zoete water bij elkaar haalt, dan heb je dit balletje. Maar als je kijkt wat van dat balletje overblijft voor ons allemaal om te gebruiken, dan is dat maar 2,5% van het totaal. Dat is dus erg weinig. Gelukkig is er aandacht voor. Steeds meer aandacht. Er is onlangs een Kamerbrief uitgekomen, water en bodem sturend, omdat we tegen de grenzen aanlopen van het water- en bodemsysteem in Nederland, maar natuurlijk ook in de hele wereld. Zoals jullie net hebben gezien met de Wereldbol, het is allemaal met elkaar verbonden. Daarin staan een aantal keuzes over hoe gaan we nou voor de toekomst zorgen voor voldoende water, schoon en gezond water, maar ook ruimte voor water. Ik heb daar enkele dingen uitgepikt. Er staat veel meer in. Maar wat ik aansprekend vond, was dat er moet echt actie ondernomen worden de komende jaren. Drinkwatergebruik moet omlaag. Voor de grootverbruikers 20%. Voor de gemiddelde huishoudens van 125 liter per persoon naar 100 liter per persoon. Dat klinkt als van nou 25 liter, dat is simpel. Maar dat is meestal met hoe het er nu uitziet niet heel simpel te halen. En daarnaast moet er ook in de industrie het een en ander veranderen om de koelwaterlozingen bijvoorbeeld goed op peil te houden. Nou, dat zie je ook regelmatig in het nieuws, dit soort dingen. We hebben problemen met bepaalde stoffen in het water. Er is te weinig water om voldoende drinkwater bijvoorbeeld te produceren. Wat ons allemaal eens te meer doet beseffen, dat als we zo doorgaan, het niet zo goed gaat. En daarbij is het ook heel goed om te bedenken dat wij kunnen gewoon niet leven zonder water. Als er niet voldoende schoon water is, dan kun je als mens, hou je het een week vol en dan is het klaar. Dus het is echt heel belangrijk dat we hierin een transitie gaan maken. Niet alleen in ons denken van er is voldoende water, want we leven in een waterrijk land. Maar naar we moeten zuinig omgaan met het water wat we hebben. En het liefst circulair gebruiken. Ik zal heel even kort uitleggen wat wij onder watertechnologie verstaan. Want normaal gesproken denk je bij watertechnologie aan drinkwater en afvalwater. Maar watertechnologie wordt op veel meer vlakken toegepast. Namelijk in voedselproductie, in energieproductie, in de gezondheid natuurlijk heel erg belangrijk, in de chemie. En in de land- en tuinbouw. In al deze sectoren eigenlijk is drinkwater belangrijk, maar ook afvalwater belangrijk. En daarom zeggen wij, watertechnologie hoort thuis in al deze sectoren en heeft daar ook impact op met alle innovaties die je daarin ontwikkelt. Uiteraard heeft het daarnaast ook klimaatverandering, is het invloed op circulaire economie, waterkwaliteit. Dus het hangt allemaal samen. Dat vind ik zelf altijd het hele mooie van watertechnologie. Nou, wij waren 2 jaar geleden met een klein groepje samengekomen. En toen hebben we gezegd, wij zien dat er een watertransitie nodig is. We zien dat er bepaalde innovaties al zijn die meer toegepast kunnen worden. Maar ook dat er nieuwe innovaties nodig zijn om die transitie door te maken. Maar dat er niet alleen maar een transitie nodig is door nieuwe technologieën te ontwikkelen. Maar juist ook door te kijken hoe zorg je dan dat die innovaties in de markt komen. En geaccepteerd worden door de mensen. Nou, daar hebben we 2 jaar aan gewerkt. En daar hebben we een
groeiplan voor geschreven. En de doelen van het groeiplan staan hier. Economische groei direct, dus de verdere ontwikkeling en export van de watertechnologie sector en de sectoren die gebruik maken van watertechnologie. Maar ook indirect, door dat te doen, door te zorgen dat er voldoende schoon water is, dat er ook voldoende ontwikkeling kan gebeuren. Bijvoorbeeld op dit moment gebeurt het nog eens, helaas, dat bijvoorbeeld nieuwbouw niet door kan gaan, omdat er niet voldoende schoon water beschikbaar is om al die huizen te voorzien. Dat is het. En ook met de industrie merk je dat er soms geen vergunning gegeven kan worden, omdat het watersysteem al aan zijn max zit. Nou, als je zorgt dat er aan de voorkant goed omgegaan wordt met dat water, heb je aan de, eigenlijk de achterkant ook meer ruimte om de groei te bevorderen. Daarnaast vinden we het ook heel belangrijk dat naast de economische kant er echt aandacht is voor de maatschappelijke kant in dit plan. En daarom hebben we met in totaal 600 partijen een plan gemaakt wat er zo uitziet. Het groeiplan watertechnologie, waarin 4 programma's zijn en 2 werkpakketten. Het idee is dat we met dit hele groeiplan eigenlijk de hele sector omvatten. Dus van het prille onderzoek tot en met eigenlijk bedrijven die hun product in de markt zetten, wereldwijd gaan met hun product. Dat is de innovatiekant, maar ook de dwarsdoorsnijdende maatschappelijke thema's. En dan zie je hier dus programma 1 focust zich echt op onderzoek. Programma 2 focust zich meer op pilots en toegepast onderzoek. Programma 3 op demonstratieprojecten, dus echt de eerste keer dat je full scale gaat met je innovatie. En programma 4 focust juist op alle innovaties die daaruit komen, door een bedrijf opgepakt zijn en in de markt worden gezet. Hoe kun je die mensen helpen aan goede informatie? Als start-up weet je vaak niet helemaal waar je aan begint als je echt geen ervaring hebt. Nou, dan is het fijn als er iemand naast je staat die daar de ervaring kan aanleveren en het netwerk kan bieden. Dwars daar doorheen zit het werkpakket versnellen en maximaliseren. Wat kijkt dus naar human capital, wat kijkt naar transitiemanagement en wat kijkt naar wet en regelgeving. Dat ziet eruit in het vorige plaatje heel lineair, maar de wereld is niet lineair. De wereld loopt dwars door elkaar heen. En interacteert met elkaar. Dus dat hebben we geprobeerd hier weer te geven. Het is natuurlijk nog steeds een poging om alles weer te geven. Maar het idee is dat je begint met een concept, een idee, een vraag uit de markt. Van hey, we lopen hier tegenaan, wat kunnen we daaraan doen? Dan wordt er iets ontwikkeld, dat kun je opschalen. Dat kun je met een pilot, dus kleinschalig demonstreren. Dat kun je met een demonstratieproject grootschalig demonstreren. Dan heb je eerste referentie en dan kun je de markt op. Uiteraard kun je eerder ook al de markt op, maar meestal vragen mensen naar een eerste referentie. Heeft het echt wel gewerkt en doet het wel wat jij zegt wat het doet? Nou, dan komt ondernemerschap, business development en marktkennis van pas. Dus dit hele systeem hebben we in een groeiplan gegoten, waarbij meerdere partijen samenwerken eigenlijk ook van elkaar gaan leren. De bedoeling is echt dat daar dwarsdoorsneden ontstaan. Waar gaan we dan op focussen? De onderwerpen. En dan heb je het over waterbehandeling 4.0. Bijvoorbeeld, hoe krijgen we die microverontreinigingen eruit die momenteel in ons water zitten, die we nu nog niet eruit of niet voldoende eruit kunnen halen, zoals PFAS. Hoe zoek je naar goede alternatieve bronnen? Als bijvoorbeeld voor een drinkwaterbedrijf een bron opdroogt of verzilt. Hoe ga je nou straks zorgen in de toekomst dat je wel voldoende drinkwater kunt maken? Kun je bijvoorbeeld van brak grondwater een slimme technologie verzinnen, dat je daar zonder heel veel energie erin te stoppen toch goed water krijgt? Of zonder heel veel afval te creëren? Digitalisering. Nou, denk aan digital twins. Asset management, maar daar gaat Joukje verder op in, dus daar zal ik verder niet heel veel voorbeelden over geven. Decentraal,
En denk bijvoorbeeld aan off-the-grid oplossingen voor drink- en afvalwater. Bijvoorbeeld het regenwater hergebruiken of lokaal afvalwater inzamelen en dat verwerken. Circulariteit, heel erg belangrijk. En dan gaat het om terugwinnen van nutriënten, maar ook om het produceren van biobased grondstoffen. Bioplastics bijvoorbeeld. Het mooie van het groeiplan, vind ik zelf, is dat er is een groep die natuurlijk het plan bedacht heeft. Die heeft een bepaalde rol in het proces. Maar daarnaast hebben we drie publieke subsidieregelingen die ik verwacht voor de zomer opengaan. Komend jaar, dus in 2024. En die staan echt open voor de hele sector. Dus iedereen met een goed, innovatief plan op deze onderwerpen kan daarvoor een aanvraag indienen. Als je bijvoorbeeld toegepast onderzoek wil doen, je eerste pilot of een demonstratieproject. Of je hebt juist vragen omdat je een starter bent of iemand, een bedrijf wat al bestaat, wat verder wil groeien. Daar komen dus drie regelingen voor waar jullie allemaal welkom voor zijn om in te dienen. En zoals gezegd, naar verwachting voor de zomer volgend jaar gaan die open. Dus vandaar mijn oproep. Doet u ook mee. Helder. Dankjewel, Jantine. En je zit keurig in de tijd ook nog eens. Dat is hartstikke fijn. Hele duidelijke oproep ook dat jullie die regelingen gaan openstellen in de loop van de komende maanden. En wat mij ook opviel, is in lijn met het startpunt van deze webinarreeks, waar we ook de titel aan ontlenen, Think Big, Act Small. Het motto eigenlijk van Tom Middendorp, die ook de openingsvideo deed, ook wel bekend als de klimaatgeneraal, dat hij ook stelt dat het zo'n cruciale levensbehoefte is dat elders in de wereld waar geen voldoende drinkwater is, mensen ook op de vlucht slaan, omdat ze daar simpelweg niet kunnen overleven. En dat dat natuurlijk ook impact heeft op landen waar nog wel drinkwater te vinden is. Zeker. En ja, jij geeft eigenlijk heel duidelijk aan dat je aan die afname kan natuurlijk het gebruik wil verminderen. Dus echt wel met 25% naar beneden toe. Of met 20% van 125 terug naar 100. Dat is al best wel een uitdaging, maar ook nog veel meer technologische uitdagingen. Met ja, verontreinigd water of het minder hebben van bronnen. Dus aardig wat werk. En wat me ook opviel, je zei op een bepaald punt dat jullie dit samen hebben gesteld met wel 600 partijen, als ik het juist heb. Ja. Dat moeten heel veel vergaderingen zijn geweest. Ja. Ja, nou uiteraard is er een kernteam. Want met 600 partijen wordt het lastig vergaderen. Maar we hebben een aantal keer de markt geconsulteerd via de diverse organisaties die in het kernteam zitten. En de ministeries waarmee wij contact hebben. En zo hebben we het gezamenlijk opgesteld. Maar het is redelijk uniek te noemen dat we van kennisinstellingen, onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en waterschappen en drinkwaterbedrijven gezamenlijk een plan hebben gemaakt. Ja, geweldig. Dat zijn zeker waterschappen. Ja, zeker integraal denken en samen met z'n allen de opdracht of de oplossing bedenken, zodat die ook uitvoerbaar is. Je hint er al na en Menno stelt de vraag, komt er ook een internetconsultatie van die drie regelingen? Zo ja, is het bekend wanneer die gepland staat? Die komt inderdaad, dat is standaard, want deze regelingen zullen via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgezet worden. En daar hoort een consultatieronde bij. Er is nog geen datum bekend, maar wij hopen dat die dit jaar komt. Ja, en die is dan ook zichtbaar op de website, denk ik. Ja, dat kunnen we ook nog wel nogmaals delen, die contactgegevens. Hartstikke fijn. Er komen al een paar vragen binnen. We gaan ze eventjes parkeren voor nu, want we gaan door naar de tweede spreekster. En zij gaat inderdaad inzoomen op het digitaliseren. Dankjewel voor nu, Jantine. We zien je zo dadelijk terug bij de Q&A, want ja, langzaamaan gaan we het digitale spreekstokje overgeven aan Jouke Keuning, werkzaam bij Vitens, wat we al zeiden, als programmamanager Infra 2025. Jouke, betekent dat je nog maar een jaar of twee jouw job hebt, of moeten er dan hele grote doelen behaald zijn tegen die tijd? Nou, kijk, een programma wil je eigenlijk inderdaad ook wel met een kop en een staart hebben. Dus het is wel de bedoeling dat we het in het programma gaan afronden.
Maar ik ben ervan overtuigd dat we dan nog niet klaar zijn. Dus een deel van wat er nu in het programma zit, zal gewoon in de lijn gaan en geïmplementeerd gaan worden. En we zijn nu eigenlijk ook aan het nadenken wat onze visie is op verdere digitalisering. Iedereen roept digitaal werken, maar wat is dat nou precies? En wij zijn wel bezig met een aantal dingen waar ik zo meteen ook over ga vertellen. Maar ook Vitesse heeft nog flinke stappen te zetten. Dus ik verwacht dat er nog genoeg werk aan de winkel is, ook na 2025. Nou, kijk aan. Dat is goed om te horen. Ja, pak gerust jouw slides erbij inderdaad. Ja, dan ik ga eens even kijken of ik het zo goed doe. Mee te nemen in jouw presentatie. En nogmaals, de oproep begint al te werken aan alle mensen die dit kunnen horen. Stel gerust jouw vraag of opmerking in de chat. Zo dadelijk in de laatste 15 tot 20 minuten van het webinar hebben we nog volop tijd voor interactie en discussie. Ook met de andere sprekers er ook bij. Dus dat gaat helemaal goed komen. Even kijken. Ik geloof dat het nou toch nog niet goed gaat. We hebben hem net geoefend, maar volgens mij zien jullie nu... Ja, als je nu klikt, dan zien we hem fullscreen. Ja, maar zie je dan ook mijn aantekeningen weer, of niet? Nu zien we alleen de miniaturen. Ja, nu zien precies. We helemaal. Dit is goed. Ja? Ja? Oké. Ja, it's all yours. Prima. Digitalisering van het water maken bij Vitens. Wat ga ik vanmorgen vertellen? Eventjes korte toelichting wie en wat Vitens is en de afdeling waar ik werk. Dan waarom we aan het digitaliseren zijn geslagen. Welke projecten er allemaal binnen het programma zitten. Ik laat 3 digitale tweelingen heel kort zien en ik licht daar wat op toe. En ook wat leuke een goed voorbeeld van wat de gebruikers daarmee doen. Oké, wie en wat is Vitens? Zoals jij al zei, Rudy, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Wij leveren drinkwater in Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht. In totaal aan bijna 6 miljoen klanten. Wij leveren ruim 350 miljoen kubieke meter water per jaar. De klanten zijn behoorlijk tevreden. Er werken bijna 1400 medewerkers en het kost ongeveer €1 voor 1000 liter. Ik geef ook af en toe gastlessen aan basisscholen. Het is altijd erg leuk als je dan vraagt wat denken jullie dat het water kost. Voor €1 brengen wij 1000 liter thuis, terwijl een fles water kost vaak meer dan €1. Binnen de afdeling winnen en zuiveren werk ik. En dit zijn even wat oudere getallen. Maar goed, we hebben 93 productiebedrijven, 108 waterwindgebieden. We hebben 50.000 kilometer leidingen in de grond liggen. We zijn een grote eigenaar van natuurgebieden en beheren die op een duurzame manier. Ik vond het wel mooi om wat dingen te horen die Jantine net zei. Wij proberen ook zoveel mogelijk reststromen her te gebruiken. Dus het ijzerslip wordt nuttig ingezet. Met ons kleuringsinstallatie halen we humuszuur uit de bodem. Dat wordt uiteindelijk weer gewoon in de landbouw ingezet als een nuttige voedingsstof voor de grond. Dus nou, wat je net zei, dat zie ik bij ons ook dat hoog in het vaandel staat. Oké, wie ben ik dan? Zoals ik al zei, Joukje Keuning. Ik heb civiele techniek gestudeerd in Delft. Ik heb mijn hele carrière bij verschillende drinkwaterbedrijven gewerkt. En heb al heel veel verschillende functies gehad. Ik ben als procestechnoloog begonnen. Ik ben projectmanager geweest. Ben de lijn ingegaan. Ik ben teammanager geweest. Business change manager. En nu uiteindelijk dus programmamanager. En daar gaan we nu wat meer de inhoud in. Waarom vinden wij het belangrijk om te gaan digitaliseren? Er zijn eigenlijk twee belangrijke hoofddoelen. De ene is dat je het proces goed wil beheersen. En de ander, ja, uiteindelijk doe je het natuurlijk allemaal voor de klant. Dus de klanttevredenheid willen we eigenlijk ook omhoog brengen. Ik vond dit wel een mooi plaatje, want dit is echt een locatie van ons, La Cabine. En daar zie je mooi het verschil tussen het oude wat er staat en het nieuwe wat er ook nodig is. Die verbetering van de procesbeheersing. Er zijn net als bij veel nutsbedrijven hebben wij een relatief oude werknemerspopulatie. En vanaf een paar jaar geleden tot nog een paar jaar verder gaat 35% van onze medewerkers met pensioen.
Nou, die mensen, dat zijn vaak mensen die lang op dezelfde plek hebben gewerkt. Natuurlijk mee ontwikkeld zijn, maar die hebben ontzettend veel kennis. Die komen ergens binnen en die horen gelijk, hey, deze pomp draait niet helemaal lekker. En als je kijkt naar waterverdeling, je kan ze midden in de nacht bellen. En dan zeg je, we hebben daar een lek. En dan zeggen ze, oh ja, dat hebben we toen ook een keer gehad. Oh, dan moet je die afsluiter open doen en dan hebben de mensen wel weer water. Nou, onze nieuwe collega's die binnenkomen, die gaan die kennis waarschijnlijk niet meer op die manier opbouwen. Want we verwachten, dat zie je ook, dat de nieuwe generaties een paar jaar dit werk doen en dan weer doorhoppen naar een volgende functie. Dus we moeten ze tools geven, we moeten ze hulpmiddelen geven om dezelfde goede beslissingen te kunnen maken. Nou, wat ik net al bij Jantina ook hoorde, zien wij ook dingen van buiten. Er komen steeds meer verontreinigingen in het water. We meten steeds meer. Ook dat wil je eruit zien te halen. De klimaatverandering die op ons afkomt. Het wordt steeds ingewikkelder eigenlijk om goed drinkwater te produceren. En ook daarvoor hebben we hulpmiddelen nodig. Want het is niet meer allemaal te doen zoals we dat in het verleden deden. Dus wat willen we daarmee bereiken als we die procesbeheersing beter hebben? Is dat we gewoon altijd voldoen aan alle onze eigen bedrijfsnormen. We willen energie besparen. Als je de zuiveringen vlakker bedrijft en beter weet precies wat er in je net gebeurt en dus gewoon op het randje kan gaan sturen, zeg maar, denken wij dat we nog wel 5-10% energie kunnen besparen. Als we bezig zijn met dit soort projecten, merken we bij de jonge mensen, nieuwe mensen, dat vinden ze hartstikke leuk. Dus we denken dat het de aantrekkelijkheid als werkgever verhoogt. De nieuwe mensen die binnenkomen, die kunnen sneller het vak leren. Eigenlijk kan je zien dat zo'n digitale tweeling, waar ik zo meteen wat voorbeelden van ga laten zien, dat is een soort flight simulator voor piloten. Dus je kan oefenen, je krijgt veel sneller begrip op wat je aan het doen bent. Dus je kan de inwerktijd van nieuwe medewerkers, voordat zij volledig hun werk kunnen doen en zelfstandig in de wachtdienst kunnen draaien, verlagen. En als je energie verlaagt, verlaag je natuurlijk ook de CO2-footprint. Nou, dan de klant. Als we meer grip hebben op wat we doen, dan kan je de klant ook beter meenemen in wat er gebeurt. En wat we in het verleden deden, was dat de klant belde met ons van ik heb geen water of ik zie hier water uit de grond komen. Dan zeiden we, oh, dan gaan we de monteur er naartoe sturen. Eigenlijk willen we er naartoe dat als de klant belt, dat we zeggen, ja, er is al een monteur onderweg. We weten dat er iets aan de hand is. Fijn dat u de exacte plek aangeeft en dat je sneller dus de problemen weer hebt opgelost. Het mooiste is natuurlijk als hij helemaal niet hoeft te bellen en je al het helemaal hebt opgelost voordat hij het merkt. Dus we willen ze proactiever handelen richting de klant. Ook als er eventueel toch een afwijking van de waterkwaliteit is, omdat er bijvoorbeeld een probleem is met een ontharderingsinstallatie, dat je dan de klanten al kan informeren dat het tijdelijk ander water komt. En dat zal misschien niet voor de consumenten nodig zijn, maar wel mogelijk voor de grootverbruikers. Dus we willen sneller problemen detecteren, zowel lekken als kwaliteitsafwijkingen. Sneller kunnen handelen en daardoor een kortere responstijd hebben. En al met al de klanttevredenheid verhogen met dit soort projecten. Wat gebeurt er als we het niet doen? Nou, wij verwachten dat er dan zeker in de hoogverbruikperiodes meer storingen zullen zijn. Medewerkers die hebben er niet onvoldoende zicht op en onvoldoende ervaring om het allemaal aan te kunnen. En ja, dan ga je fouten maken. Dus we verwachten dat er waterkwaliteitsoverschrijdingen zullen zijn en meer onderbrekingen in de leveringen. Wat uiteindelijk natuurlijk leidt tot een lagere klanttevredenheid. Oké, dan het programma zelf. Daar zitten 6 projecten in. Waarvan 3 digitale tweelingen. Dat zijn de bovenste 3. We hebben Opier. Dat is een product dat we kopen van Royal Raskoning DAV. En dat is eigenlijk een digitale tweeling op het gebied van de waterverdeling. Dus als je een groot voorzieningsgebied hebt waarin meerdere reservoirs zitten, meerdere productiebedrijven en een hoop klanten, dan kan Opier regelen dat je de hoeveel elk productiebedrijf moet leveren en dat dan op een zo energetisch gunstige mogelijke manier. Dus het is een digitale tweeling eigenlijk voor de hele waterverdeling. Dan hebben we Slim en de digitale tweeling distributie. Dat zijn 2 digitale tweelingen die we binnen Vitens volledig zelf ontwikkelen.
En slim gaat eigenlijk over de kwaliteit van het geleverde water door de productiebedrijven. En de digitale tweede distributie, zoals de naam al zegt, gaat over de distributie. Dus alle leidingen buiten. Ik heb zo meteen wat plaatjes van elke en dan zal ik het nog ietsje dieper op ingaan. De andere drie projecten hebben allemaal met data te maken, maar zijn geen digitale tweelingen. Dus we hebben project data gestuurd onderhoud. Het is toch nog steeds een beetje zo dat we onderhoud doen op basis van tijd. Dus elke 3 maanden doe je dit of elk half jaar doe je dat. Mogelijk wel na een inspectie, maar ook die is tijdgebonden. En met data gestuurd onderhoud wil je eigenlijk er naartoe dat je vanuit je assets een seintje krijgt van je moet nu onderhoud gaan plannen. En AMR, kleinzakelijke klanten en Smart DMA zijn 2 projecten die allebei met slimme watermeters te maken hebben. Onze grootzakelijke klanten, die hebben een slimme meter. We hebben ook nog 30.000 kleinzakelijke klanten en die krijgen de komende jaren ook een slimme meter. En het Smart DMA project is een project waarbij juist de gewone consumenten in 1 wijk in Leeuwarden allemaal een slimme meter hebben gekregen. En waarbij we onderzoek doen naar wat we tweeledig nog beter begrijpen wat er nou in zo'n wijk gebeurt. Want vaak weten we wel de waterverdeling tot aan een wijk, maar niet wat er nou binnen die wijk gebeurt. En dan kijken naar verdeling, maar ook naar kwaliteit. En andersom ook, wat wil de klant? Wil die elke maand een mail krijgen? Wil die een app waar die op zelf kan inloggen? Wil die vergelijking met vergelijkbare huishoudens? En wat Jantina net ook al zei, we willen eigenlijk kijken of we niet de klant kunnen stimuleren om water te besparen. Dus in die apps kunnen we ook tips geven over hoe je zuiniger kan zijn met je water. Dan heb ik de drie digitale tweelingen van elk een plaatje. Dit is een ingewikkelde grafiek. Je hoeft hem niet helemaal te begrijpen. Maar wat wel mooi is om te zien in deze. Met Opier wil je dus vlakker je water gaan produceren. Vlakkere productie betekent vaak energiebesparing. En ook een constantere waterkwaliteit. En Opier is geïnstalleerd op ons productiebedrijf Putten. En je ziet in het begin. Ik weet niet of jullie het in mijn huis kunnen zien. Nee, hè? Je ziet in elk geval die eerste 3 dagen, de rode lijn is hoeveel er wordt geproduceerd. Je ziet dat die elke keer naar 0 gaat. Dus de zuivering gaat uit en gaat dan een beetje pieken als het nodig is. En ergens op 17 juli is Opier aangezet daar. En je ziet daarna gelijk dat die rode lijn veel vlakker wordt. Er zitten nog wel wat schakelingen in, maar niet meer zoveel als daarvoor. En al helemaal niet meer naar 0. En daarmee zie je dus gewoon dat je dat het gelijk effect heeft. We zijn nog met onze nulmeting aan het vaststellen hoeveel energie we in het hele gebied totaal besparen. Want je doet het nooit op 1 productiebedrijf, maar gelijk op 10 of 15. En die getallen die zijn we nu aan het bovenwater aan het halen. Dan onze digitale tweeling Slim. In Slim zit tegenwoordig een heleboel. We zijn begonnen echt puur met de kwaliteit van de productiebedrijven. Natuurlijk hebben we onze labgegevens, maar je hebt ook online sensoren. En je kan in Slim ook met soft sensoren werken. Dus je meet iets en je berekent op basis daarvan wat de daadwerkelijke kwaliteit is. Maar er zit inmiddels al nog veel meer in. We houden hier de windvergunningen in de gaten. We kijken naar het energieverbruik en of pompen in een juiste werkpunt draaien. We houden hier onze paspoorten bij, zoals wij dat noemen. Dat is wat een productiebedrijf precies zou moeten doen. En dat je weet hoeveel er nog speling er nog in zit. De reststoffen, dus hoeveel ijzerslip we produceren, hoeveel humuszuur. Je kan hier op allerlei manieren verschillende analyses in doen. Gezien de tijd kan ik hem niet eenmaal nu een live demo geven. Ik zie dat ik al aan de 12 minuten zit. Dus, maar voor de liefhebbers kan dat altijd nog een keer. Dan onze digitale tweeling distributie. We werken met binnen Vitens. Voor ons is, we moeten elke 4 jaar alles doorrekenen en kijken of we voldoende capaciteit hebben liggen. Die modellen die daarvoor gebruikt worden, worden gemaakt in InfoWorks. Maar dat werkte niet voor de digitale tweeling, dus we hebben ze omgebouwd naar EPANET. Dat is een open source software. We kunnen daar veel flexibeler mee zijn om de actuele modellen bij te houden.
En met die actuele modellen wordt dus continu doorgerekend hoeveel water er stroomt en wat de drukken zijn in het net. Dat wordt gepresenteerd in Esri. Dit is een Esri-schil. En de medewerkers kunnen puur kijken hoe het erbij ligt. Je ziet de gemeten waarden, dat zijn de groene blokjes en de berekende waarden, de zwarte blokjes. En dan kan je zo kijken van klopt dat wat we denken dat er aan de hand is? Zien we rare afwijkingen? Moeten we iets gaan doen? Maar het mooiste is, je kan hier ook dingen mee simuleren. Je kan scenario's doorrekenen. Dus stel dat je weet dat er werkzaamheden aankomen en er moet een leiding buiten gebruik of er moet gespuit gaan worden om het net weer schoon te maken. Dan kan je dat alvast hierin gaan proberen. Dus je kan zeggen, nou, er komt moet 400 kub extra door die leiding. Wat gebeurt er dan? Of de leiding is er niet. Hebben de klanten dan nog wel water of niet? En als dat niet zo is, kan je afsluiters open en dicht gaan zetten. En kan je proberen om te kijken wanneer ze dan wel weer water hebben. En dat kan je dan doen op een moment. Je kan zelf zeggen, van ik wil dat met een maximum dag. Of juist gewoon zoals het nu is buiten, met een veel lager verbruik. Je kan ook een hele periode pakken. Je kan het voor een week laten doorrekenen. En die scenario's kan je ook opslaan. Dus je kan ook alvast vooraf bij dingen waarvan je denkt, dat zou fout kunnen gaan, grote calamiteiten, alvast door gaan rekenen hoe je dat zou kunnen oplossen. En mocht het dan een keer echt gebeuren, pak je gewoon je scenario erbij en weet je gelijk wat je kan gaan doen. Dit zit er nog niet allemaal in. We hebben nu, ik geloof, 8 van onze 93 balansgebieden erin zitten. En we hebben nu een aantal modelbouwers ingehuurd. Omdat het bouwen van die modellen nu echt wel heel de bottleneck is. Om die goed actueel bij te houden en elke keer kloppend te hebben. Daar moet heel wat capaciteit tegenaan. Nou, dit was een mooi voorbeeld van een procescontroller bij ons. Er was bij een van de productbedrijven Til en Twaal, die ook op mijn foto achter mij staat. Daar moest een kelder buiten gebruik. En in dat productiebedrijf levert aan de ring van Utrecht, waar 9 productiebedrijven aanleveren. En in het verleden moesten ze dan voor bijna al die 9 productiebedrijven instellingen wijzigen. En nou ja, dat kan natuurlijk vrij snel iets fout gaan. En dan ben je toch een beetje benieuwd hoe dat gaat. Ga je 's avonds nog een keer kijken. Misschien onrustig slapen. Misschien word je wel wakker gebeld omdat het niet goed is gegaan. Opier draait op al die locaties nu. En met een paar kleine aanpassingen aan Opier werd het gewoon helemaal goed opgevangen. Dus de voorspellingen klopten netjes. De kelders waren mooi vol de volgende ochtend. En de procescontroller kon gewoon lekker gaan slapen. En 's ochtends was alles in orde. Nou, dit was wat ik jullie wilde vertellen. Bedankt voor het luisteren en ik ben benieuwd naar de vragen. Zeker. Nou, dankjewel Jouke. Heel netjes. Laten we inderdaad ook eventjes kijken of er al vragen binnen zijn gekomen. Ik hoorde daarnet wel een paar keer een belletje. Want Jan die stelt aan jou de vraag, Jouke. Is de buffercapaciteit vergroot voordat Opier gebruikt werd? Of was er al voldoende buffercapaciteit? Nee, we hebben geen extra reservoirs gebouwd voordat we Opier gingen installeren. En Opier is juist de kracht ervan dat hij de bestaande hoeveelheid beter inzet, beter uitnut. Waardoor je dus vlakker gaat draaien. Ja, dus dat die investeringen in echt de fysieke buffers niet vergroot hoeft te worden. Ja. En een ontzettende leken vraag vanuit mij. Kelder is dus een ander woord voor buffer. Ja, nou ja, buffer is natuurlijk letterlijk het bufferen. Kelder, wij gebruiken het woord reservoir, maar dat zijn eigenlijk allemaal dezelfde dingen. Ja. Okay, en dat is dus, kijk, wij als mensen zijn vrij gewoonte dieren. Meestal gaan we 's ochtends om 7 uur bij wijze van spreken opstaan, douchen. Dus je ziet dan een enorme piek en dan zakt het watervraag weer wat in. En dan zie je zo tegen het eind van de middag zie je weer een stijging en 's nachts is het heel erg laag. Maar als je in je productie wil volgen, ga je heel erg schommelen in je productie. Dus als je dat wil vlakdraaien, moet je het ergens opslaan. En dan kan je gewoon, dan heb je een voorraadje liggen, kan je 's nachts maken en dan kan je het 's ochtends in één keer leveren. Ja, helder. Helder. En er kwam ook nog een andere vraag binnen. En deels gaf je daar later al antwoord op met de personen die jullie hebben ingehuurd om de modellen daadwerkelijk te bouwen. Want ik kan me voorstellen dat dat heel nauwkeurig komt. Hoeveel extra mensen hebben jullie aangenomen om dit allemaal te kunnen inrichten, dit digitaliseren? Wij hebben 2 modelbouwers aangenomen en die werken
de helft van de tijd eigenlijk om deze modellen te maken. En de andere helft ook voor die modellen, voor die vierjaarlijkse infrastructuurtoetsen. Dus die werkt niet alleen voor de digitale tweeling. Dus dat zijn er twee. Wij hebben... doen het veel met eigen mensen, maar die ESRI-kennis, die hebben wij ook niet op dit niveau. Hoe je daar dus in ESRI zo'n scenario aan kan zetten en daar die dingen in kan doen. Dus daar huren we ook twee mensen voor in, maar die zijn niet fulltime voor ons aan het werk. Ik weet niet precies, denk 3 of 4 dagen per week. Maar op het totaal van 1400 medewerkers bijna, waar binnen aanzienlijke tijd misschien wel 1/3 van uitstroomt, is dat nog maar een handjevol personen. Ja, en er zijn dus ook echt wel veel eigen mensen die hier heel hard aan werken. We hebben een software engineer, ik weet het inhoudelijk allemaal niet, maar die maakt hele mooie dingen in containers en die laat het rekenen en starten en die weet hoe het in de cloud moet en dat soort dingen allemaal. Iemand die van de PI gegevensbeheer, die kan toveren daarmee. En die vinden dit dus ook echt super gave projecten. Als die dit niet zouden mogen of kunnen doen, dan raken ze veel sneller uitgekeken bij Vitens. Ja, dan vliegen ze weer uit. Mag ik ook een vraagje stellen? Ja, zeker Jantine. Ik ben namelijk wel benieuwd, Joukje. Dit zijn natuurlijk super interessante dingen, ook op innovatievlak. Want het is voor de meeste partijen nog redelijk nieuw om echt helemaal met digital twins te gaan werken. Hoe geef je dat vorm binnen Vitens? Heb je daar ook een soort van onderzoeksprogramma aan hangen of wordt het vooral geïmplementeerd? Het is begonnen vanuit onderzoeksprogramma. En ook wel met wat wilde ideeën van zou het niet mooi zijn als. Maar nu is het eigenlijk zo dat, de gebruikers het, als ze iets hebben, wordt het direct gebruikt. Dus het wordt ook wel echt gelijk geïmplementeerd. En soms is er nog wel enige scepsis. In het verleden kon het toch ook gewoon. Maar als ze dan zien wat er allemaal kan, dan wordt het bijna soms uit je handen getrokken. En zegt, maar die hebben het wel en wij willen het ook. Dus Dat is mooi. Ja, want je zei net al van, we houden ook in de gaten met die data natuurlijk die je net liet zien. Van, wat verandert er nou nu we dit gebruiken? En dat is natuurlijk ook super interessant. Niet alleen natuurlijk voor Vitens, maar ook voor andere partijen kan ik me zo voorstellen. Ja. Ja, dat was ook mijn vraag. Want komen die dan ook langs of weten die dat jullie dit al doen en dat ze ook geïnteresseerd zijn en met een bus vanuit het zuiden of het westen van het land juist bij jullie op bezoek komen? Soms wel. We hebben net Watermaatschappij Drenthe op bezoek gehad. Die gaan starten met een digitale tweelingdistributie. En daar hebben we inderdaad van alles aan laten zien. Ik vind en wij vinden dat we een maatschappelijk bedrijf zijn. En als wij iets ontwikkelen, is het niet... Ja, als iemand anders het ook kan ontwikkelen, prima. Of kan gebruiken, kom vooral kijken en gebruik het. We hebben ook een andere tool, die is echt al af. Onze digitale bandbreedte monitor. Waarbij je dus kan kijken of je binnen je bandbreedte staat. Die staat gewoon op GitHub. Die mag iedereen eraf halen. En gebruik hem alsjeblieft. Hey, en Joukje, zijn er dan misschien ook vanuit jouw perspectief misschien al 3 vuistregels die je iedereen al kunt meegeven die hier mee aan de slag willen gaan? Dus stel je voor dat mensen hun eigen huis willen bouwen en andere mensen hebben dat al gedaan. Oh, alsjeblieft, zorg dat je een goed ontwerp hebt, zorg dat je een goede aannemer hebt. Dat zijn een paar no-brainers natuurlijk voor mensen die het al ooit hebben gedaan. Maar voor mensen die aan de vooravond staan, denken ze, oh, dat zijn wel goede tips. Ja. Nou, wat bij ons in eerste instantie ook fout ging, was dat wij vanuit de innovatie en de business wel bedacht hadden wat we wilden, maar dat we onze ICT-afdeling onvoldoende hadden meegenomen. En dit heeft natuurlijk een ontzettend grote ICT-component. Dus wij hadden iets bedacht en toen gingen eigenlijk daar de hakken in het zand van, ja, leuk, maar dat kan helemaal niet. En toen hadden we van, oh, oké. En dan? Dus toen zijn we even een stapje terug gedaan, een soort van opnieuw begonnen, maar echt samen met ICT. En dat werkt als een trein nu. Dus neem die vooral vanaf het begin af aan goed mee. Ja, een van de belangrijkste stakeholders. Daadwerkelijk de uitvoer en degene die... Het ook als een goede tip voor Politiek Den Haag natuurlijk. Hè? Niet alleen maar beleid maken, maar ook nadenken over de uitvoer. Wie gaat het dan uiteindelijk doen? Ja. Ik kijk even met een schuin oog naar de vragen, want er komen steeds meer vragen binnen. Dank jullie wel daarvoor, dat is hartstikke fijn. Even kijken. Robin die stelt de vraag, hoe kom je van een onderzoeksproject of een POC naar eigenaarschap en actief beheer? Ja. Ik denk ook van jou, Jouke. Ja. Dat, het,
omdat wij eigenlijk steeds als we een stukje weer af is het in gebruik nemen, is dat een soort organisch proces eigenlijk. Dus ja, de eerste stukken van de digitale tweeling distributie die af waren zaten in Friesland. Dus je begint eigenlijk met de medewerkers die daar dan de dingen doen. En dus dat groepje weet het al en die laat het ook een keer op een werkoverleg zien. En dan zo langzamerhand verspreidt dat zich als een soort olievlek. Actief beheer, ja, dat is wel een... want bij Slim bijvoorbeeld hebben we een aantal jaren dingen zelf ontwikkeld. En nu komt ook het project... Natuurlijk is ICT daar ook al betrokken, maar er gaat nog niet alles volgens alle nette ICT-regels. En dat gaan we nu officiëler inregelen. Dus het is inderdaad wel iets waar je veel aandacht voor moet hebben. Ja, ja, top. Ja, Jantine, we gaan zo dadelijk ook zeker naar een set vragen voor jou ook toe. Dus stelt ook iemand de vraag, is er ook een soort van terugvaloptie voor het geval dat de een of andere slimme hacker binnenkomt en de boel uitschakelt? Wat dan? Nou, dat, in principe zou dat niet kunnen. Het zijn inderdaad, je hebt je procesautomatisering die de productiebedrijven aanstuurt. En daar worden ook bandbreedtes binnen vastgesteld. Dus stel ook als OPIR zegt van ik ga mijn waterverdeling regelen. Maar ik wil dat dit productiebedrijf, 2000 kuub de deur uit doet met een druk van 60 meter. Dan zegt de procesautomatisering, ho, dat kan helemaal niet. Dat is in ieder geval buiten de bandbreedtes. OPIR, ik zet je uit. Ik ga gewoon mijn eigen ding regelen. Dus op die manier zit er bewaking in. En zijn dit allemaal optimalisatiesystemen. Waarbij je het beter doet, maar waarbij we kunnen ook zonder. Ja, helder. Het is een extra laag te bovenop, inderdaad. Ja. Hey, Jantine, eventjes naar jou, want je gaf ook aan wat natuurlijk de doelstellingen zijn van jullie ontzettend grote plan eigenlijk. Dus de directe economische groei en ook de indirecte economische groei. Zie jij kansen ook voor de Nederlandse watersector om ook nog verder over de grens heen te kijken en daar met alles wat we hier al doen en kunnen en voor ogen hebben, omdat dat meer te delen met andere landen om ons heen of verderop in de wereld? Ja, zeer zeker. Ik denk zelfs dat we mogen stellen dat een groot deel van de bedrijven in de watertechnologie sector Nederland natuurlijk als thuismarkt heeft, maar het grootste deel uit het buitenland haalt, omdat de wereld zoveel groter is. En Europa is redelijk... niet helemaal lijkend op Nederland, maar het is makkelijker om in Europa, laat me zeggen, je innovatie te verkopen dan in een totaal ander land, zoals in India of Bangladesh of Afrika. Dat is altijd wat lastiger, maar daarom hebben we ook zeer zeker programma 4 opgericht. Want daarin werkt bijvoorbeeld de Water Alliance nauw samen met de bedrijven die daar behoefte aan hebben. En zij hebben zowel nationaal, maar ook zeer zeker internationaal een heel groot netwerk. En staan samen met MWP ook vaak op beurzen. Zowel in Nederland als Europa als internationaal. Dus dat is zeer zeker een heel groot onderdeel. Want als we het alleen maar ontwikkelen in Nederland, testen in Nederland. Ja, je wilt toch gewoon een soort multiplier organiseren. En dat creëer je toch gewoon vooral door wereldwijd. En we hebben een goede naam in het buitenland. We staan bekend om onze innovaties, onze kennis. En zeker ook goede toepasbaarheid. Dus daar moeten we gebruik van maken, zou ik zeggen. Ja, zeker. Hey, en Jantine, ik kan me voorstellen dat je veel meer een vogelvlucht hebt over het geheel van al die oplossingen die jullie agenderen en waar jullie ook op inzetten met die pijlers. Hoe is het om nu zo'n heel concreet voorbeeld te zien in de pijler digitalisering? Ik kan me voorstellen dat het soms ook heel technisch werd met plaatjes, maar... Het geeft wel handen en voeten wat jullie voor ogen hebben, toch? Kijk, wij staan natuurlijk helemaal aan het begin van wat we willen bereiken. En er bestaat natuurlijk al een heleboel. Daarom hebben we die 4 pijlers die direct van start gaan begin komend jaar. Maar hopelijk kan ik over een jaar of anderhalf echt ook al de voorbeelden gaan laten zien van wat wij hebben bereikt. Zoals Jouwke nu ook kan vertellen. Dat is natuurlijk, als je aan het begin staat, je kan een heleboel vertellen over wat er allemaal al is in watertechnologische innovaties uit Nederland, maar nog niet uit het groeiplan, omdat we nog moeten beginnen. Dus daar kijk ik echt naar uit, want dit zijn echt wel de dingen die we mede willen stimuleren. Ja,
En dus ook willen delen met andere partijen, wat je ook aangaf. Dat partijen van elkaar kunnen leren en bij elkaar over de vloer komen. Dat is zeker ook een component van het groeiplan. Delen met de rest. Ja. Ja, Joukje, Jos, die wil al rennen misschien nog voordat er gelopen wordt. Wordt er al gebruik gemaakt van AI binnen de modellen? Artificial intelligence? Nog niet. Wij hebben 4 data scientists in dienst. En we hebben toevallig vorige week wel een sessie gehad met hun. Ze zijn aan het snuffelen, zeg maar. En we hebben een externe spreker naar binnen gehaald van hoe doe jij dat nou? Dat was iemand die bij de NS werkt. Dus we zijn aan het onderzoeken. Maar we hebben dat nog niet in onze digitale tweelingen zitten. Nee. Misschien vanuit mijn bescheiden beleving. Het is nu ook echt een buzzword. Hè, voor moet alles innovatief zijn. Toen moest alles duurzaam zijn. Nu moet overal AI bij zitten. Gisteren was ik op een event en daar zei iemand ook terecht. AI wordt door ons gevoed. En er zit ook zoveel hiaten in. Want als je naar stereotypen van inwoners op de wereld vraagt. Dan komt het model soms met hele pijnlijke voorbeelden. Die gebaseerd zijn op de datapunten waar het AI toegang tot heeft. En dat is niet altijd precies wat je eigenlijk wilt voor de toekomst. Nee, het is gewoon echt nog zoeken hoe je het slim kan gebruiken. Want je kan bijvoorbeeld ook als je zelf modellen hebt gebouwd, kan je vragen aan hem van kijk eens naar mijn code, klopt het? En dan komt hij soms met voorbeelden of spikt hij er dingen uit. Want dit is een beetje raar. Nou, dan weet je dat je daar nog een keer naar moet gaan kijken. Dus er zitten wel allerlei kansen in, maar het is echt nog even zoeken van hoe kan je het nou slim gebruiken. Ja. Ja, gesproken over slim, dat was één van jullie 3 digitale tweelingen. Ik weet niet of dat degene was die ook de waterkwaliteit deed. Ja. Want jullie hadden 3 modellen, toch? Ja, precies. Casper die stelt de vraag, in hoeverre zijn er ook meetsystemen om de waterkwaliteit te monitoren na productie? Stel, iemand injecteert een gevaarlijk stofje in een leiding. Dat is een goede vraag. Met slim zijn we al een stuk sneller dat we weten wat voor water we leveren dan in het verleden. In het verleden werd er kwam het labje monsters nemen in je Rijnwaterkelder en een paar dagen later kreeg je uitslag en wist je welk water je geleverd had, maar toen was het al op. Nu weten we in principe het water dat de deur uit gaat, weten we de kwaliteit van. Wij hebben onderzoek gedaan met dit soort systemen in het net. Om te kijken of je daar wat je van de waterkwaliteit kan doen. Maar dat is nog. En de systemen zijn heel ingewikkeld nog. We hebben onderzoek gedaan met optica-sensoren. Die geven aan dat de waterkwaliteit verandert. Maar je hebt geen idee wat er verandert. Je weet niet welke parameter. Je weet niet of het beter of slechter wordt. Dus onze mensen hadden echt zoiets van: ja, dan knippert dat ding. Ik heb geen idee wat ik moet doen. Dus die hebben we er toch weer uitgehaald. Er zijn ook wel sensoren waarbij je bijvoorbeeld de EGV of de pH, dus de zuurgraad of de geleidbaarheid, snel kan meten. Maar ja, als iemand een gevaarlijk stofje in een leiding doet, dan moet je maar net weten welk stofje dat is en dat je die ook nog monitort. Dus het is een goede vraag, maar niet heel makkelijk te beantwoorden. Nee, zeker niet. En als je het meet, moeten we ook nog weer protocollen hebben wat je daarna gaat doen. Want je kan wel zeggen van ik lever geen water meer, maar vaak maak je de problemen. Misschien maak je de problemen nog groter dan alleen maar dat je dat stofje niet levert. Want je kan ook je wc niet meer doortrekken. De druk gaat eraf. Je bent misschien wel weken bezig om je leiding net weer schoon te krijgen. Misschien moet je gaan zeggen, mensen, pas op, je mag water niet drinken. Ja, hoort iedereen dat? Dus het is een ingewikkelde vraag. Ja, zeker, inderdaad. En best wel complex, maar ja, met alle dingen die gaan zijn in de wereld, het is een risico, maar helaas kunnen we niet volledig risicovrij leven natuurlijk. Dat is ook een illusie. Jantine, helemaal op het begin van dit webinar kwam er ook een vraag binnen van hoezo is maar 2,5% van het water zoet water? Volgens mij refereerde dat ook naar die bal van water die jij op de wereldkaart had staan. En daar heb je al een antwoord op gedeeld in de chat. Het is maar 2,5%. Ik kan het toch wel even herhalen, hoor. Ja, als je wilt, ja. De 2,5% staat voor het zoete water wat er is op onze planeet. Maar dat zoete water is natuurlijk niet allemaal beschikbaar. Een groot deel daarvan zit in onze ijskappen. Nou, helaas smelten die heel hard. Maar als ze smelten, wordt het in het zoute water opgevangen. Dus dan zijn we het kwijt. En daarnaast zit er natuurlijk ook een heleboel in de grond. In het grondwater. Dus eigenlijk is van die 2,5% maar 0,3% daadwerkelijk beschikbaar, direct beschikbaar
in rivieren, meren, als zoetwater. Uiteraard gebruiken we natuurlijk in Nederland ook gewoon grondwater om drinkwater bijvoorbeeld van te maken. Sommige mensen hebben ook een grondwaterput in hun tuin om de tuin te besproeien. Dus wij gebruiken ook het grondwater. Maar er is dus van al het water op de wereld gewoon niet heel veel zoetwater voorhanden. Ja, vandaar ook dat er natuurlijk momenteel heel veel mensen kijken naar hoe kunnen we het zoute water gebruiken om zoetwater van te maken. Maar op dit moment is dat energetisch nog niet helemaal neutraal, zullen we maar zeggen. Nee, dat kost heel veel energie. Misschien dat die prijs van 1 euro per 1000 liter dan wel een beetje omhoog schiet, inderdaad. Er was alleen een hele inhoudelijke... nog in de landen waar dat echt water schaars is op dit moment, wordt dat op grote schaal toegepast. Want naast dat het water dan heel duur wordt, heb je ook echt een afvalprobleem. Want als je van zoutwater zoetwater maakt, hou je een concentraat over wat heel erg zout is. En als je dat weer terug in de zee gooit, wordt de lokale zee heel veel zouter op een gegeven moment. En dat gaat ook de biodiversiteit achteruit. Dus het is... een nog niet opgelost vraagstuk hoe we dat circulair kunnen doen. Ja, dan krijg je zo'n zee waarin je kunt blijven drijven en de krant kunt lezen, of niet? Waar heel veel zout in zit. Ja, misschien volgens mij zijn er zelfs genoeg doet. Ja, inderdaad. Landen in het Midden-Oosten die volgens mij volledig afhankelijk zijn van hun watertoevoer extern, van hun zoetwatertoevoer. Enkele landen. Er is één de inhoudelijke vraag van Henk: wat is het verschil tussen het gebruik van een digital twin distributie en die applicatie InfoWorks? Ik heb hem net in de chat beantwoord, maar misschien voor de mensen die straks in de opname... We gebruiken InfoWorks echt op de maxdagen, dus om te kijken of we genoeg productiecapaciteit en genoeg leidingen in de grond hebben liggen. En de digitale tweeling distributie is echt in het hier en nu. De situatie nu buiten met dit regenachtige weer is compleet anders dan op zo'n maxdag. Dus dat is bij ons het verschil. Ja, helder. En iemand anders heeft daar ook op gereageerd. Het is ook een voordeel om niet geheel afhankelijk te zijn, misschien van een derde partij. Dat is misschien ook iets wat gaande is. Waar zit de expertise natuurlijk? Hè? Ook iets wat speelt op landsniveau. Ja. Niet te veel leunen op consultants. Al is daar ook weer iets voor te zeggen dat als zij bij meerdere partijen over de vloer komen, er natuurlijk ook een schaalslag gemaakt kan worden. Ja. Nou ja, we zitten bijna tegen 10 uur aan en dat is het einde van dit webinar. Zowel Jantine als Joukje, willen jullie nog iets meegeven aan de mensen om zelf handen en voeten te geven binnen hun organisaties aan innoveren dan wel digitaliseren? Ja, ik zou willen meegeven van begin. Gewoon kleine stapjes en beginnen en kijken hoe ver je komt en wat de volgende stappen moeten zijn. In één keer naar zo'n eindplaatje, dat is onmogelijk. Ja. En daarbij tussen haakjes, neem ook de mensen mee die uiteindelijk een aandeel hebben in die verandering. Ja. Waar we daarnet op kwamen, jazeker. Ja. Jantine? Ja, helemaal mee eens. En ik zou daar nog aan toe willen voegen, leer vooral van de mensen die het al hebben gedaan. En zoek in je netwerk of via organisaties zoals de TKI naar kennis. Die je dan weer zelf kan toepassen, zodat je het wiel niet hoeft uit te vinden. Zeker, zeker. En dat gaf je eigenlijk ook al aan dat er ook regelingen komen of subsidies, moet ik eigenlijk zeggen, om ook initiatieven te ondersteunen natuurlijk, waar jullie mee aan de slag gaan en waar jullie ook partijen met elkaar kunnen verbinden. Ja, vandaar de oproep. Ja. Doe alsjeblieft mee. Het is straks beschikbaar, dus het is voor de hele sector. Ja, zeker. Nou ja, wat mij opvalt in deze derde aflevering is dat er ontzettend veel gaande is en dat er ook initiatieven zijn waarbij juist integraal heel veel partijen betrokken zijn, wat Jantine ook aangaf. En dat er dus ook productielocaties zijn die ook van elkaar zien binnen dezelfde organisatie van Vitens, van wow, daar gaat het goed en ik merk de toegevoegde waarde, dus dat wil ik ook. Dus juist die praktische component is heel prettig om ook door te geven in organisaties. Joukje en Jantine, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan deze webinarreeks. En wie weet treffen we elkaar nog eens een keer in het echt. Wie weet. Ja. Dank jullie wel. Nou, graag gedaan. Ik ga even over... Ja, heel erg bedankt. Ik zal de laatste slides eventjes laten zien. Dit is dus de reeks Think Big, Act Small. Een oproep voor de Nederlandse watersector. Wat kun je zelf doen? Intern al bekijken welke initiatieven daar zijn. Samenwerken ook natuurlijk. We hebben verschillende sprekers gehad.
En de volgende is alweer over 2 weken. Dat is op 27 oktober. En dan gaan we het veel meer hebben over het terugwinnen van energie. En misschien ook afvalstoffen vanuit water. Want ja, het werd ook al genoemd. De nutriënten natuurlijk die daarin zitten. Die van waarde zijn. Die kunnen we extra benutten. Mocht je extra initiatieven hebben of nog suggesties voor komende afleveringen of een heel nieuwe reeks, dan mag dat ook. Die mag je in de chat zetten of delen. Zoals gezegd is de volgende op de 27e. Een survey linkje volgt in de chat. Heel graag zie ik jullie dan opnieuw. En voor nu hartelijk dank voor jullie deelname, al jullie vragen en ook jullie interesse in dit webinar. Tot de volgende en een hele fijne dag. Groetjes!